Ik ben echt onder de indruk. Ik kom al verschillende jaren naar Medina Expo. En het is voor mij nu echt indrukwekkend om zoveel jongeren, zoveel standjes ook, samen te zien op een heel professionele manier. Het is in het begin begonnen op een kleinschalige manier, verkennend. En ik zie hier nu dat er heel veel interesse is ook om te weten wat er in de moslimgemeenschap leeft. Ook het ongelooflijk rijke aanbod aan cultuur, aan lekker eten, aan boeken en iets meer. Dus ik ben heel blij dat hier rond te lopen. En voor mij is het duidelijk dat er nood ook is aan zo'n expo. Die ook toont welke creativiteit er ook is in de moslimgemeenschap. Ik vind het een super expo. Ik heb gehoord dat het ook werd opengetrokken dit jaar. Van vorig jaar Muslim Expo naar vandaag Medina Expo. Dus ik ben heel gecharmeerd. Heel veel diverse kraampjes. Ik ben echt blij. Content. Medina Expo echt heel goed. Het is echt een geweldig initiatief en ik vind dat er meer van zo'n initiatieven moeten komen. Dat de mensen kunnen zien wat islam eigenlijk inhoudt en dat islam niet is hetgeen dat ze opnieuw zien en dat islam geweld is. Islam is eigenlijk gewoon vrede en er zijn meer van deze initiatieven nodig dat we mensen kunnen tonen wat islam echt is. Komt u volgend jaar terug? Zeker, sowieso, zeker en vast. Ja, ik vind het heel interessant en het is voor mij ook heel erg nieuw. Ik vind het zeker boeiend om en een aanrader om kennis te maken met eigenlijk de moslimwereld. Goedendag. Wat vind je van Medina Expo? Ik vind het een fantastisch initiatief en kijk eens hoeveel volk dat er is. Dat wil zeggen dat er echt een behoefte aan is. Ik vond het ook een geweldige ervaring, zeker voor herhaling vatbaar. Ik vond de verschillende workshops die werden gegeven ook heel interessant en leerrijk. En ik zou dan vooral willen verwijzen naar KDG, heel interessant voor jonge studenten die niet echt weten wat ze willen studeren, kunnen dan hier terecht bij KDG voor meer informatie. Dankjewel. Ja, het is een leerrijke dag en zeer informatief. Dus ik zou iedereen aanraden om toch te komen. En hopelijk volgend jaar dezelfde dingen mee te maken. Komt u volgend jaar terug? Zeker weten, ik moet even kijken, maar mijn baas is er niet, maar mijn baas zal dat zeker met veel liefde en plezier betalen, want ook voor ons is dat belangrijk, van onze aanwezigheid te tonen, want wij willen inderdaad zoveel mogelijk jongeren met migratieroutes op onze school krijgen. Altijd welkom. En komt u volgend jaar terug? Ja, ik kom zeker en vast terug.